De koudste plek in Nederland in 27 jaar tijd. Vliegveld Lelystad had de primeur van een bizarre Siberische temperatuur. 22,9 onder nul om 9 uur vanochtend. Gisteravond zat het er al aan te komen. En het is vanavond en vannacht erg koud in Flevoland. Hier bij het vliegveld in Lelystad is door het KNMI min 18 graden gemeten. En daarmee is Lelystad de koudste plek van Nederland. En het werd alleen maar erger bij het officiële meetstation van het KNMI. 22,9 graden hebben we hier gehad. Het koudste plekje van Nederland is zelfs nieuws voor de NOS. En onze weerman Robert de Vries heeft wel een verklaring voor het record. En we liggen ook een beetje lager in een soort kuil. En de meeste mensen weten wel, koude lucht is zwaarder. Dus dat zakt allemaal wat naar beneden. Ja, en dan heb je die perfecte ingrediënten om dit soort temperaturen te halen. Nu is die 22,9, dus bijna 23 graden onder nul, ijsberenkoud. Maar het Nederlands record stamt uit 1942. Toen werd het 27,4 graden onder nul in Winterswijk. Binnen Flevoland streden Mark Nessen en Lelystad om de titel koudste plek. De hele ochtend leek nog even Mark Nessen, dat was min 22,8 graden. Maar op de valreep werd eigenlijk die kou nog even ingepikt in Lelystad. Er haalde nog min 22,9 graden. Maar ja, we hebben het over. Het is natuurlijk hartstikke koud. Het lijkt wel Siberië hier. De hele dag bleef het vliegveld Lelystad de koudste plek van Nederland.